Jolanda, karten. Hoe ben je daar zo toegekomen? Mijn broer en een vriend van hem die deden wedstrijden rijden. En ik ben mee met hun gegaan als hun gingen trainen. En toen vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk. En toen ben ik steeds vaker meegegaan. En in 2012 heb ik voor het eerst mijn race gereden, 100 ronde race in Bergen. In 2013 ben ik derde geworden met de IKK. Dus ook wel het Nederlands kartkampioenschap genoemd. Dus ja, voor mijn eerste seizoen vind ik het een best goed resultaat. De wedstrijden van de IKK zijn altijd in huurkart. Wat betekent dat? Want die dingen zijn toch niet allemaal, die rijden toch niet allemaal even hard? Nee, dat is waar. Het zit ooit wel wat verschil in. Maar ja, ze zeggen ook wel dat je een slechte kart ook goed moet kunnen rijden. Het beste eruit moet kunnen halen. En dus dat doen we ook. Is het door je vriend gekomen die naast je staat, Melvin, dat jij bent gaan karten? Nee, die heb ik juist leren kennen door het karten. Liefde op het eerste gezicht. Ik zag er uiteraard staan. Ja, er moet dan natuurlijk altijd eerst wat gebeuren voordat je in gesprek gaat met iemand. Ja, en dat was dit keer in Antwerpen waar ze iemand een tikje gaf. Die kwam achterstevoren te staan. Ja, en zo kwamen we eigenlijk een beetje in contact met z'n tweeën. En heeft ze jou geen tikje gegeven dan? Nee, ze heeft me juist een beetje geholpen. Ik kwam er moeilijk voorbij, voorbij iemand anders. En op het moment dat ik mijn poging waagde, kreeg ik een setje in mijn rug van Jolanda. En zo kwam ik er wel voorbij. We willen volgend jaar het WK-karten gaan rijden in Italië. Dus ja, daar moeten we flink voor trainen nog. Ja, en dan gaat Melvin ook mee? Ja, uiteraard. Ik denk dat ik degene ben die met het verhaaltje gekomen is. En ik laat er niet achter, dus ze gaat lekker mee. Hoeveel train je hier nou voor? Voor de IKK deed ik eigenlijk niet heel veel trainen. Het was 3 heatjes op de baan waar een wedstrijd was en dan reed ik de wedstrijd. Maar voor het WK-karten zal ik echt wel vaker en regelmatiger moeten gaan rijden. Ja. Dat moet wel erg duur zijn, want je moet je die baan huren en je moet die kaart huren. Ja, je kan heats kopen, ja. En het is niet goedkoop. Maar waar praat je dan over? Een heatje hier kost €15 dan. Maar ja, dat is ook wel het gemiddelde voor 10 minuten. En ik denk dat als je regelmatig moet rijden, dat je toch wel een paar honderd euro per maand kwijt moet zijn. Nou heb ik gelezen in de krant een tijdje geleden dat jij met opzet een roze helm hebt. Ja, ze mogen best wel zien dat ze ingehaald worden door een meisje, ja. Ja? Geeft dat een extra kick? Ja en nee. Ligt eraan dat ze erop reageren. Ja. Nou zijn jullie met z'n tweeën hier op dit moment, of eigenlijk met z'n vieren. Want er zijn nog 2 mensen meer die jullie constant helpen en met jullie meetrainen. En dat zijn? Marcel, mijn broer, en Baskers, dus een vriend van mijn broer. Ja. En die hebben mij vanaf het begin af aan hebben die mij geholpen. Okay. Het uitleggen van de baan, inhalen, leren blokken. Want zij gaat wereldkampioen worden en dan ben je dadelijk bevriend. Is jouw vriendin een wereldkampioen? Nou ja, gelukkig bestaat het wereldkampioenschap uit een onderdeel vrouwen en mannen. Dus wie weet maak ik daar ook nog kans op. Dankjewel hoor, en succes direct. Ja, dankjewel. Naast mij staat de broer van Jolanda, Marcel. En een grote vriend heb ik begrepen, Bas Kursten. Die heel vaak met hen meetrainen, meedoen. Wat is jullie taak met hun samen? Ja, gewoon coördineren voor het inhalen, het eventueel verdedigen van de plek. En meer kijken van, als ik ga inhalen, verlies ik er niet meer dan dat ik ermee win. En dan is net het moment iets langer wachten. Het is meer uitlokken en wachten op de fout van een ander om ervan te profiteren. En eventueel zelf de gaten creëren, want ik laat mijn eigen buiten zien en toch binnen het lang schieten. Dat is het coachje meer. En hoe werkt dat dan? Heeft ze dan iets in haar oren of schreeuw je heel hard over die baan? Want het is nogal herrie. Dat hoor je toch niet als je schreeuwt. Nee, dan rijdt hij daar mee. En dan sta ik boven met een walkie-talkie. Hij heeft zijn oortje in. En dan hij zegt ik zie dat hij een gaatje laat vallen. Dan zegt Jolanda van, nou moet je daar zitten. Niet, ben je te laat. En dan moet je dan ergens anders op gaan reageren. En dan zo op elke bocht weer, als de gaatjes komen, moet ze er zitten. Nou zag ik jullie net trainen, maar toen had ik het idee als toeschouwer dat behalve wat je nou zegt, dat je ook ging om te winnen. Ja, kart die altijd om te winnen. Hè? Maar het is ook, op een gegeven moment rij je met een groep bij elkaar, dan weet je op een gegeven moment ook van wie is wat minder snel.
En die gaat voorop zitten, die gaat verdedigen. En dan, in dit geval waren we met z'n drie meer, die gaan kijken van, kan ik voorbij? Maar degene die achter mij zit, die moet zeggen van, ja, verlies ik er niet nog meer. Want dan is het toch het speltje van het racezijde waar je weer gaat spelen. Ja. Bas, hoe kom jij nou als goede vriend bij dit gezelschap? Nou, ik denk dat ik de initiator ben van het hele gezelschap bijna. Qua karten in ieder geval. Ik ben als eerste begonnen met karten en toen heb ik Marcel meegenomen. En nog een andere vriend van ons. En toen zijn wij gaan karten, toen zijn we races gaan rijden. En dat vonden we heel leuk. En toen is Jolanda ook meegekomen. En ja, die vond de eerste keer, ze vond het wel leuk, maar ze wist het nog niet zeker. Ze twijfelde, ze vond het wel heel leuk en ze deed ook heel goed. En toen is ze op een gegeven moment wat vaker meegegaan toen wij gingen trainen. En uiteindelijk is ze met Marcel een keer 100 ronden race gaan rijden in Berchem. En het was er zo bevallen, ja, toen was ze besmet met virus. Ik vind dat ze het heel goed doet. Er zijn een paar kleine dingen waarvan ik denk, ah, dat kan misschien nog net iets scherper, maar ja, daarvoor train je. Nou, vertel eens, wat moet ze nog scherper hebben dan? Iets meer durf tonen met inhalen bijvoorbeeld. En waar ze goed af en toe nog mee moet opletten is als, wat Marcel er straks bijvoorbeeld zei, dan is Marcel zit ervoor. Zij zit achter Marcel, dus hebben we Marcel voorbij halen. Maar soms vergeet ze dan heel even dat er achter ook nog iemand kan zitten. En dat is iets, dat maakt het race heel mooi. Dus je bent aan het aanvallen en aan het verdedigen tegelijkertijd. Dat was wat ik net zag. Ze zat op een zeker moment tweede. Toen werd ze eerste. Maar toen ineens viel ze terug naar de derde plaats. Ja, dat zijn dus van die dingen die ik bedoel. En daar moet je dan op trainen en oefenen. En dan moet je gewoon weten van, oké, ja, nu moet ik... Ik ben er voorbij, dan moet ik dat gat dicht houden, zodat die niet nog een keer voorbij kan komen, dat ik ervoor ben. En ja, dan is het heel belangrijk dat je nog even blijft volhouden. En dan kun je vanzelf wegrijden. Dan gaan jullie in principe overal mee naartoe. Waar jullie met z'n vieren gaan rijden dan. Nou, volgend jaar in Italië. Naar de zon, naar het strand. Ja, daar gaan ze dan, de hele familie en vrienden. Helaas niet. Nee? Nee, helaas niet. Met mij zijn de financiën niet zo hoog om mee te kunnen. Dus dat houdt voor mij al op. Want die financiën, dat is natuurlijk toch een belangrijk item bij deze sport. Ja, heel belangrijk. Als je gemiddeld een heat of drie zou rijden in de week, dat is waar je snel beter mee wordt. Dan ben je in de maand waarschijnlijk toch tegen €300 kwijt, stiekem. En sponsoren? Ja, deze vak is het heel moeilijk aan te komen. Maar zolang je blijft proberen, nee, heb je ja, kun je krijgen. Ja. Nou, blijven zoeken. Ja, ja, dat probeer je wel om sponsoren te krijgen. Want dan kun je nog een stapje hoger, neem ik aan. Ja, als de mogelijkheden er zijn om hoger op te komen, dan ga je natuurlijk hoger op. Want dat is toch waar je naartoe wil. Echt een limiet ga je zoeken. Dat is het mooiste. Okay. Bas, ik zag jouw oogjes flitsen toen jij hoorde Italië. Ik denk, nou, die gaat er zeker dan naartoe. Ja, ik zou heel erg graag willen. Ik zou echt graag willen laten zien wat ik er kan. Bij mij is geld niet een probleem. Ik heb alleen een ander probleem. Ik heb een baan gevonden als piloot. En ja, dan heb ik helaas geen tijd ervoor om dan vrij te krijgen om naar het WK te kunnen. Is dat een probleem? Ja, want je hebt er zeker 2 weken aan een stuk vrij voor nodig. En waar ik ga vliegen, kan ik geen 2 weken aan 1 stuk vrij krijgen. Dus ja, dan kan ik helaas niet naar het WK. Ik zou het dolgraag willen, maar ja. Maar als piloot kun je dadelijk wel sponsor worden met jouw inkomen? Wellicht, maar dat gaat denk ik eerst naar mezelf. Ik kan zelf ook een sponsor gebruiken. Dus, maar misschien dat ik er wel af en toe financieel een handje bij kan bieden. Okay. Maar in ieder geval, jullie succes met de ontwikkeling van de verdere carrière van Jolanda. Ja. En Jolanda, natuurlijk wensen wij van Omroep Dommeland heel veel succes. Hè? Zeker in Italië. Ja, want als ze wereldkampioen wordt, dan komen we terug. Ja, dan wordt dat is afgesproken. Als u meer over ons wil weten of wil steunen, dan kunt u naar...